Miljoenen Nederlanders hebben problemen met plassen. En dit heeft grote invloed op hun dagelijks leven. Sommigen gaan bijvoorbeeld niet zomaar de deur uit of zijn altijd op zoek naar het dichtstbijzijnde toilet. Bertil Blok is uroloog en hij weet alles over plassen. Bertil, wanneer hebben we nou een plasprobleem? Plasprobleem heb je als je niet goed kan uitplassen en als je urine verliest of heel vaak naar het toilet moet vanwege verhoogde aandrang. En welke klachten komen het meest voor? Meest voorkomen het urineverlies, dus het verlies bij inspanning en het verlies bij aandrang. En meer dan 1 miljoen vrouwen hebben daar last van. Want u noemt nu vrouwen, is het ook echt een vrouwenprobleem? Bij mannen komt het ook voor. Dan komt het voor na prostaatoperaties. Bij vrouwen komt het vooral voor bij een bevalling op een natuurlijke manier. En verlies bij aandrang komt vooral voor bij ouderen. En hoe zit het inderdaad qua jongeren en ouderen? Is het ook echt een probleem wat voor ouderen is? Je ziet het veel meer op oudere leeftijd, maar op jongere leeftijd komt het zeker ook voor. Je kan bijvoorbeeld, als je heel veel moet plassen, kan je je vochtintake minderen. Normaal drinken mensen 1,5 tot 2 liter. Dat is meer dan genoeg. Je hoeft helemaal niet 4 liter te drinken. En verder kan je natuurlijk, als je niet zo heel goed gevoel hebt wanneer de blaas vol is, kan je op de klok plassen en wat vaker naar het toilet gaan. En kan het ook kwaad als je minder drinkt dan 1,5 liter? Minder dan 1,5 liter zou ik niet adviseren. Zeker niet minder dan 1 liter. Dan heb je toch wat grotere kans op steenvorming en blaasinfecties. Ik ben heel benieuwd, wat is nou de beste plashouding voor zowel mannen als vrouwen? Vaak wordt gezegd dat zittend plassen meer ontspanning geeft. Maar bij mannen hebben ze het bekeken. En het maakt echt geen klap uit of je staat of zit. Het komt op hetzelfde neer. De straal is ongeveer hetzelfde, gemiddeld gezien. En voor vrouwen, ja, staand plassen voor vrouwen lijkt me moeilijk. Dus in feite zitten ze meestal. Dan wel goed met de bibs naar achteren en in een ontspannen houding. En niet op je hurken. Dan krijg je namelijk een aanspanning van je bekkenbodem. En dan komt de straal veel moeilijker eruit. En plassen vrouwen nou echt meer dan mannen? Volgens mij is dat niet zo. Vrouwen drinken vaak veel meer, hebben vaak een flesje water bij zich. En zijn misschien zich wat vaker bewust dat ze nog even voor de zekerheid moeten gaan plassen. Mannen denken daar niet zo vaak aan en hebben vaak geen flesje water bij zich. Heb jij altijd flesje water bij je? Nooit. Dus dat plassen, dat valt ook mee? Als ik 7 uur poli moet doen of moet opereren, dan denk ik daar niet aan.